Luchtdichting. Dichting van de muurvoet. Bij dit gebouw in houtskelet werden de houten buitenwanden al bevestigd aan de betonplaat. Nu wordt de aansluiting aan de muurvoet tussen vloer en wand luchtdicht afgedicht. De oppervlakken moeten proper en droog zijn. Vervolgens worden ze behandeld met een primer, zodat de kleefband beter hecht. De afdichting voor de binnenhoek moet op voorhand gemaakt worden. Als een binnenmuur tegen de buitenwand geplaatst wordt omwille van stabiliteit, dan moet eerst de horizontale voeg plaatselijk afgedicht worden met een klein stuk kleefband. De grote bevestigingsbeugels die aan de betonplaat bevestigd werden, moeten volledig afgedicht worden. Eerst verticaal, dan horizontaal. Kleine bevestigingsbeugels moeten bij het afdichten van de horizontale voeg volledig met de kleefband overkleefd worden. Gebruik een rol of spatel om de kleefband voldoende aan te drukken. Nu kunnen de binnenwanden geplaatst worden. Samenvatting: om de houten wand en de betonplaat aan de muurvoet te verbinden, moet je de oppervlakken eerst behandelen met een primer voor een betere hechting, de kleefband voor de binnenhoek op voorhand maken, de bevestigingsbeugels volledig overkleven, de horizontale voeg afkleven, de kleefband voldoende aandrukken.